zoals beloofd hebben we eindelijk een keer een Hot Coffee Show met Marcel. Yes, ik ben tegenwoordig overal te vinden. Je bent overal te vinden. Je komt in gear, je doet de e-sports dingen, je zat al in de vlogs. Jezus Christus, hou eens op. Ja, hij assimileert binnen ons. Nee, stop Woon het. Woon hier. Ik wil hier blijven. Ik wil hier naar huis. Nee, het is de Hot Coffee Show, maar we hebben Monster. Want ja. De koffie is niet op, maar ik had gewoon zin in iets anders. Dus hey. Het is Tom en Peters Hot Coffee Show, aflevering 99, maar het is dus Tom en Marcel's Hot Coffee Show. En op vakantie, dus. Jullie hebben e-sportstellingen aangedragen, waarvoor dank. Sowieso heel veel reacties, vorige week was leuk, mensen die zeggen, mooie microfoon, geef maar aan mij. Heel veel mensen zijn pro-beta's, dat was vorige week wel een beetje gebleken, want het ging natuurlijk over dat mensen meer beta's willen. En dat klopt ook wel, en iedereen was het daar eigenlijk mee eens. En daarom wil ik graag aan jou presenteren de nog steeds kreukelige envelop van aflevering 1. Okay. Met de stelling daarin voor de Hot Coffee Show. Ik ben razend benieuwd. Over e-sports. Ja, het is wel iets over e-sports geworden. Ja. Zal ik hem voorlezen? Ja, lees hem voor. Okay. Dat is het format. Okay. E-sport is in Nederland nog te klein als je kijkt naar de kwaliteit van de e-sporters zelf. En die is van Tom Snoff. Van Tom Snoff. Thanks Thomas. Dit is jouw pakkie aan. Ja. Laat die jongens een poepie ruiken. Nou, e-sport is in Nederland nog te klein. Dus eigenlijk zegt hij 2 dingen. Hè? Dat e-sport is in Nederland inderdaad nog te klein. Daar ben ik het helemaal mee eens. Er moet veel meer aandacht voor komen. Gaat er ook aan zitten komen, gelukkig. Ja, maar dit is wel een beetje wij van WC1. Ja. Zo, want jij zit in de e-sports. Van, ja, natuurlijk moet het groter. Maar ja, nee, ja okay. Maar goed. Ja, oké. Okay, ja, misschien een beetje wel. Maar het rare is dat het eigenlijk overal ter wereld al best wel hot and happening is. Behalve hier in Nederland. Ja, nee, daar geef ik je helemaal gelijk in. Dat klopt inderdaad. Het ja. moet inderdaad nog iets groter. Maar als je kijkt naar de kwaliteiten van de e-sporters zelf. Dat is dus wel gewoon regelrechte bullshit, volgens mij, right? Ja, want er voor zover ik weet, zitten er heel veel Nederlandse e-sporters in het internationale circuit. Dat klopt, ja. Er zijn heel veel Nederlanders die spelen op het hoogste niveau. Het nadeel alleen, of het is inderdaad wel zo, de meeste mensen in Nederland is het nog helemaal geen ding. Nee. Dus bijvoorbeeld als je naar Korea gaat, of in Duitsland, of in Amerika, dan kun je echt letterlijk gewoon gamer van beroep worden, e-sporter. Ja, maar dan niet alleen dat je het beroep hebt, maar dat je ook gewoon beroemd bent. Precies. Door een game of door de e-sport. Je kan ook college funding krijgen daarmee. Er zitten echt wel benefits aan. Kun jij serieus gewoon vergoeding voor een studie krijgen als je een goede... Dat is fucking lijp! Ja, in Amerika is het al zo. En volgens mij zijn ze in Zweden of in Finland zijn ze het ook aan het proberen. Holy shit. We lopen achter, jongens. Kom op, je kunt je studie vergoed krijgen door te gamen. Waarom springen wij hier nog niet met z'n allen op? Ja. Dat is een beetje de vraag. Dus, nou ja, weet je, maar om even terug te komen op de stelling, de kwaliteit van Nederlandse e-sporters, om nou te zeggen dat ze allemaal heel erg slecht zijn, dat wil ik absoluut niet zeggen. Nee, want die Dutch College League was toch best wel geslaagd eigenlijk? Die was al redelijk geslaagd, ja. Oh. Het niveau lag daar inderdaad niet heel erg hoog. Maar dat zijn eigenlijk studententeam. Het is een beetje net zoals college voetbal in Amerika. Oh, ja. Weet je, het staat niet het hoogste niveau. Maar je kunt wel gescout worden voor het hoogste niveau. Dat precies, is, ja. Ja. Ja, iedereen zijn droom natuurlijk. Ja, dus iedereen zat er ook zo te kijken terwijl ze aan het spelen waren van... Oh, zit er nog een scout van Riot of zo bij? Of van SML of weet ik veel? Maar even terug op League of Legends. Ja. Daar heb je Forbiven, de midlaner van Fnatic is dat. Nou ja, Fnatic die is gewoon naar Worlds gegaan, weet je. Die is gewoon de finale bereikt. En dat is echt niet... Maar dat is dus een Nederlandse guy die dus gewoon de beste midlaner is. Ja, van Europa zo gezegd. Like... Hou je bek, Thomas. We zijn helemaal niet te slecht. We zijn sowieso niet de slechtste, maar... Nee, we hebben ook Trackmania kampioen. Hebben we ook in Nederland gehad. Heel veel Counter-Strike GO. Uthermal van AT Gaming met StarCraft. Oh. Die verslaat soms Koreanen, waar je denkt van... Well. Oh, en StarCraft is echt iets van de Koreanen. Ja, als je daar Koreanen verslaat, dan ben je al goed bezig. Zeg maar. Dan plannen Zuid-Korea gewoon een assassination. Ja. Thijs NL van Hearthstone. Hele goede Hearthstone speler. We hebben letterlijk op gamers ook een Thijs NL. Nu ben ik echt heel benieuwd. Dude, ben je een Hearthstone pro? Trouwens, ook een vette naam voor een e-sporter. Dat je gewoon niet een of andere lijpen, weet je wel, de Unforgiven God of zo heet, maar gewoon Thijs. Dat ook een Belg bij de LCS die heette Je suis Kaas. Kaas. Goeie, ook een hele goeie. Ja. Maar nee, concluderend, je stelling is ruk, Thomas. Nou. Nee, oké, okay, ja. E-sport is in Nederland nog te klein, helemaal mee eens. Nederlandse e-sporters missen kwaliteit.
Nee. Nee, dat oké. Ik denk wel, als, weet je hebt nou gewoon een heel erg groot gat zitten tussen de mensen die opgepikt worden bij de grote teams. Die gaan naar Duitsland, die gaan naar Amerika, die gaan weg uit Nederland. Mm-hmm. Dat is natuurlijk met de reden, omdat er hier gewoon bijna geen support voor is. Er zijn geen teams, geen grote teams in ieder geval, als wereldniveau teams. Ja, en de fans die dat kijken op Twitch zijn ook in de minderheid. Tenminste, als je het vergelijkt met Amerika, we zijn Korea een klein landje, inderdaad. Ja. Nee, we zijn ook een klein land, maar we zijn qua gamers hebben een heel groot aandeel. Dus je zou eigenlijk van Nederland verwachten dat wij al lang veel groter op die e-sports in zijn gesprongen. Maar dat is dus gewoon niet. Omdat... Nee. Waarom is dat, jongens? Waarom? Serieus, je kijkt dit. Laat ons weten waarom je wel of geen e-sports kijkt. Ik ben oprecht benieuwd. Want we lopen een soort van achter op een trend die dus in het buitenland enorm is. En we hebben goede e-sporters, maar... Ja, om een van de redenen... We hebben geen aandacht ervoor. We zijn er wel mee bezig. Ja. Wie weet, het moet een beetje groeien. Het gebeurt nooit in één keer, dus... Nee, oké, dat wel. Straks kijken we over een jaar terug en zeggen van... Hé, weet je nog vroeger? Ja, weet je nog toen Tom en Marcel iedereen e-sports inpraten... en dat het toen een heel groot ding werd, dat toen Fox Sports het ook heeft opgepakt? Zo werkt het wel. Weet je dat nog? Nee, serieus, bedankt voor het kijken, jongens. Bedankt voor de stelling, Thomas. Bedankt voor het reageren vorige week. We hopen veel reacties te krijgen op deze stelling. Vertel ons serieus waarom je wel of geen e-sports kijkt. En of je het eens bent met de stelling. En? Bedankt dat ik hier mocht zijn. Iemand moest zeggen, draag een nieuwe stelling aan. Draag een nieuwe stelling aan. Thanks, Marcel. Helemaal spontaan ook. Helemaal spontaan, niet ingestudeerd. Niet ingestudeerd. Nee. Draag een nieuwe stelling aan, laat ons weten. Als het e-sport is, dan kom ik er graag weer naast zitten. Zo niet, fuck you. Nee. Dan zien we het. Volgende week is natuurlijk aflevering 100 alweer van de Hot Coffee Show. Jeez, hoe gaat dat hard. Dus die gaan we niet doen.